Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 24 augustus. En het is 2:30. En ik ga eten. Mijn eerste maaltijd van de dag. Een McNuggets. Even een hapje en dan ga ik even praten. Misschien zie je het aan me, misschien zie je het niet aan me. Het gaat niet zo heel goed. Ik had vanochtend dus afgesproken met een meisje om foto's te gaan maken. Ik had vorige week al een keer met haar afgesproken om kennis te maken. En ik had natuurlijk een fotostudio set gekocht. Omdat ik natuurlijk een webshop heb. Ik zat er gewoon heel erg tegen op om buitenfoto's te maken. Omdat het waait bijvoorbeeld nu heel hard en dan regent het weer. Mensen kijken je aan. Het is lastig met omkleden. Dus ik denk, dit moet vanuit huis. Dus ik vanochtend vroeg naar mijn moeder de huis. Daar hebben we de fotostudio gebouwd. Nou ja, eigenlijk bij mijn oma, maar die woont naast elkaar. Maar dat terzijde. Ik had sowieso al heel slecht geslapen, want ik had allemaal last van muggen. Dus ik had echt bijna geen oog dicht gedaan. Dus dat was wel naar. En ik kan heel slecht tegen slecht slapen, want dan ben ik mezelf gewoon letterlijk niet. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die er last van hebben. Mensen en ook mensen die hebben daar geen last van. Heel fijn. Maar de mensen die dat herkennen, dat je niet jezelf kent en je echt rot voelt als je slecht slaapt, die weten nu wat ik bedoel. Dus had ik al heel vroeg met een meisje afgesproken om foto's te maken. Ik heb echt super, super veel kleding, want het nog op de webshop moet. Dan heb je het, maar dan kan je het niet verkopen, omdat het nog niet op de site staat natuurlijk. Dus dan moet je foto's hebben. Nou, foto's zijn heel belangrijk. Is er geen leuke foto, spreekt het niet aan, kopen mensen niet. Spreekt de foto, kopen mensen het wel. Dat is dus de rotte van een webshop. Dat is een nadeel. Het werkte gewoon niet. Het licht was rot. En ze snapte zelf ook niet hoe het werkte met het licht. Het was wel heel kut. En het ging gewoon echt niet. Alles ging fout. Dus ik was er helemaal klaar mee. Ik was zo verdrietig. Ik ben sowieso de laatste aan mezelf niet. Want om 11 uur begin ik te huilen. Begin ik paniek te zaaien. En dan weet ik, je zet gewoon een knop in je hoofd om blablabla. Maar dat lukt dus niet altijd. Dat lukt bij mij de laatste tijd gewoon niet meer. De emmer is een beetje overstroomd. Ik weet niet. En dan zeggen mensen, je moet een break nemen. Je moet ermee stoppen. Dat kan niet, jongens. Ik kan niet zomaar denken, ik zet die webshop uit. Nee. Zo werkt het gewoon niet. Het is real business. Het is niet een hobbytje. Het is mijn werk en zo werkt dat niet. Op je werk, op je echte werk, ga je ook niet zomaar ineens niet komen als je niet goed voelt, snap je? Dus er staat echt een druk op mij. Ik maakte natuurlijk altijd foto's met Tycho. En dat ging allemaal heel goed. Want hij begrijpt, maar hij weet precies wat ik wil. En ja, we hebben het al zo vaak gedaan dat gewoon altijd heel goed gaat. Alleen Tycho werkt nu gewoon weer 5 dagen in de week. Waardoor er geen tijd is. Maar, ik was in mijn verslag natuurlijk. En er moeten toch echt foto's worden gemaakt. Dus Tycho gaat me vanavond toch helpen. Echt zo lief. Echt heel erg lief. Ondanks dat hij gewoon werkt. Gaat gewoon in zijn avonduren mij nog helpen. Echt super, super lief. Dus ik hoop zo dat het dan met Tycho mij wel gaat lukken. En dat het dan wel een succes wordt. Maar goed, ik had de soundtrack. Ik had nog helemaal niks vergeten. Ik was alleen maar aan het huilen. Echt verschrikkelijk. Ik schaamde me ook echt hoor. Maar ja. Ik kan geen masker opzetten. Het is al heel wat dat ik dit nu deel. Dus heel persoonlijk. Maar ik doe het echt. Ik deel gewoon graag alles met jullie. Want dit is mijn leven. Ik wil gewoon laten zien hoe het is. Maar ik had dus nog niets gegeten en gedronken. Dus ik ben nu bij de Mac. En dan ga ik straks naar huis. En dan eten. En dan vanavond weer terug naar mijn moeder. En dan morgen waarschijnlijk weer. Maar als ik thuis ben, moet ik eerst pakketjes gaan inpakken natuurlijk en wegbrengen. Want er zijn natuurlijk bestellingen. Doe in ieder geval een duimpje omhoog. Als je me support. En toch nog zin hebt om deze week vlog verder te kijken. Ik ga het proberen zo leuk mogelijk te maken. En hopelijk is vanavond gewoon weer een leuke vrolijke Julia. En ben ik blij met de foto's. En dan wens ik je heel veel kijkplezier. En dan ga ik nog lekker even eten. Halleluja. Jongens, we zijn net weer 3,5 uur bezig geweest met foto's maken. Ik hou mijn hart vast. Aangezien, let op, heel veel kreukels. Ik vind het echt heel onprofessioneel als je die kreukels ziet. En dan moet het wel weg te werken zijn. Ik heb hier trouwens echt een dikke buis. Maar goed, ik ben niet van de Photoshop. Weet jij misschien hoe het werkt? Wat zei je? Of jij snapt hoe je die kreukels wegwerkt? Ja, met een strijkijzer of met een stoommachine. Ik had jullie de hele setup nog niet laten zien. We zijn echt super lang bezig geweest met het kloten om geen schaduw te hebben. Nou ja, het is sowieso, ik vind het buiten 10 keer zo mooi. Maar ja, het moet, want als het straks gaat regenen, het valt niet mee. Met omkleden ook, ja. Ik hoop gewoon dat mensen er doorheen kijken. En dat ze niet denken, oh, lelijk foto, ik hoef dat eigenlijk niet. Terwijl, ja, het licht is goed, alleen die kreukels. Ja, maar dat kunnen we misschien wegwerken, dat hoop ik dus. Maar hier zit dus een lamp, en hebben we hier nog zo'n lamp.
Tigo, maak even een foto van die lampen voor de opstelling. Want we zijn... Wat heb je daarvan? Hier ligt hartstikke veel kleding, jongens. Dit hebben we nu allemaal gedaan. Daar heb ik nog een doos met wat we morgen moeten doen. En beneden in de kamer ligt ook nog. Dat is echt heel veel. Nou jongens, we hebben dus net foto's gemaakt. En we hebben heel erg veel trek van gekregen. Het is best wel logisch. Toen was ik helemaal bezweet. Het was hartstikke leuk. Hard werk. Ja. Ik heb lekker kip nuggets. We zijn weer bij de Mac trouwens. Vanmiddag ook. Ja, vanmiddag ook. Niet zo gezond, hè? Gisteren ook. Ik schaam me dood. Laatste keer. Zeg je nu. We hebben gewoon een beetje een raar leven. Dit is zo lekker. Ik hou echt van McDonald's. Vroeger wou ik altijd en dat mocht nooit. En nu heb ik lekker mijn eigen leven en nu kan het wel. Mijn croquette is wel goed hoor. Ja, die was vanmiddag ook lekker. Oh. Misschien leuk voor een video een week op McDonald's ik moet nog steeds een keer dat 10.000 calorieën challenge doen. Ik loop ook al zo lang. Morgen even veel groente eten. Dat is het erge aan de McDonald's. Dan ga je altijd denken. Want de Big Mac zit slaan. Een plakje. Oh, ik heb nekpijn. Ik ben stijf. Weet je wat ik echt stom vind? Die mensen dat allemaal op de grond gooien. Hmm. Neem me eerst de moeite om even een seconde naar het prullenbak te gaan. Dus wat het waren. Waren? Gooi ze op de grond. Nou, daar zijn we dan. In de Mediamarkt. We weten alleen niet of we een handstomer nodig hebben of zo'n paal. En wat het verschil is. Maar we hebben iemand om hulp gevraagd. Dus we horen het zo. En hopelijk is dan het probleem met het doek opgelost. Goedenavond, jongens. Wat een verschrikkelijke dag. Gisteren ben ik natuurlijk super lang bezig geweest met foto's maken. En toen keek ik vandaag naar de foto's. En het was echt heftig. Het licht was echt niet goed. Dat hele doek is gekreukt. En dat zie je ook heel erg op die foto's. En het is echt heel erg. Dus ik kon janken. Dus ik had het dus op mijn Insta-stories gezet. En heel veel meisjes zeiden, ah oh nee joh, ik kijk er wel doorheen en zo. Ik kijk voor het product. Maar dat is het hem juist. Je verkoopt een product en dan moet dat product... Die foto moet spreken, anders kopen mensen het product ook niet. Als het product niet goed naar voren komt. In een winkel is het heel anders. Het product blijft hetzelfde natuurlijk. Alleen een foto is zo belangrijk met een webshop. Toen waren er ook heel veel meiden die mij tips gaven en zo. En toen was er een heel lief meisje. En die... echt een heldin. Die kreeg gewoon de kreuken weg. En had het licht gewoon aangepast met zo'n Photoshop programma. Ik ben er zelf helemaal niet in thuis. Dus dat is echt super lief. En ze had ook nog eens uitgelegd hoe we de lampen moeten zetten. Want we hadden hem blijkbaar helemaal niet goed gezet, die setting. Die lampen stonden helemaal fout. Dus we gaan nu weer naar mijn moeder toe. De laatste items schieten. Het zijn er nog heel veel. En hopen dat het dan beter gaat. Maar het is echt zo triest dit. Bijna de Mediamarkt. Staan we daar echt 3 kwartier. Want we wilden dus een stoommachine kopen. Voor je kleding en voor dat doek. Zeg maar uit de kreuk te halen. Dat ik niet alles op mijn strijkplank hoef te leggen. Maar dat je gewoon zo doet. Maar ik ben daar ook niet in thuis. En ik wilde graag advies. Dus ik vroeg dat. En die man wist het niet. Dus hij zei ik hou iemand. Nou, wij stonden daar letterlijk 30 minuten te wachten. Er kwam maar niemand. Dus op een gegeven moment hebben we er maar ingepakt. Want die Mediamarkt sloot bijna. En we moesten gewoon weg. Want we hebben het druk. We moesten nog eten en zo. Dus ik helemaal blij met dat ding en ik ga naar huis en ik doe hem in stopcontact en ik lees eerst de gebruiksaanwijzing, want anders weet ik natuurlijk niet hoe het werkt. Het werkt gewoon niet. Er komt geen stoom uit. Hij is warm, maar dat gebeurt niet. Ik denk, dit meen je toch niet? Het is gewoon te triest voor woorden. Waarom gebeurt mij dit? Terwijl ik hem hartstikke hard nodig heb, weet je al. Dus ik heb hem mee naar mijn moeder en ik hoop dat zij het misschien begrijpt. Misschien doen wij wel wat fout, lijkt me sterk, want ik heb precies gedaan wat moet. Maar ja, echt ongelooflijk. En dan ga ik morgen maar terug naar de Mediamarkt als het niet werkt. Maar ja, het is zo triest. Waarom hebben wij dit? Ja, dat zie ik nu. Ongeluksdag. Goedemorgen, jongens. Trouwens, wat zeg ik nou met mijn goedemorgen? Het is 2:00 middags. Goedemiddag. Gisteravond ben ik weer hartstikke druk bezig geweest met foto's maken. En zat ik er weer helemaal doorheen. We hadden dus een kledingstomer gekocht. Werkte die niet? Dus ik ga hem straks terugbrengen. Ik dacht eerst, ligt dit nou aan mij? Ik had helemaal goed de gebruiksaanwijzing gelezen. Tigo ook. Toen ben ik dus naar mijn moeder gegaan. Heb ik ook nog gevraagd of zij het wilde proberen. Hij werkt gewoon niet. Er komt gewoon geen stoom uit. Dus ik zei zo van, dit heb ik weer. Ik had hem hartstikke hard nodig. Voor dat doek. En voor mijn kleding. Ik vind het zo kut, hè? Maar goed. Ik ga zo maar weer terug naar de Mediamarkt. En dan ga ik dat ding om
ruilen. Maar ja, ik wil dan ook een andere. Want mijn moeder zei dat ik eigenlijk een grotere moet. Want hier komt veel te weinig water in. Dus dan ga ik maar een grotere doen. Kopen. Ik was net heel te bezig met mijn weekvlog. Want die had eigenlijk gisteren natuurlijk online moeten komen. Maar ja, het lukte me echt niet. Dus het is today dat die online komt. 1 dag te laat. Dat gaat nog wel. Maar ja, gisteravond zat ik er weer helemaal doorheen. Alles was kut en slecht. Waarschijnlijk worden jullie ook helemaal gek van mij. Maar ik kan maar beter gewoon eerlijk zijn. Ik was echt super verdrietig. Mijn oma, die was er ook. En die werd ook echt boos. Ze zei, hou nou eens op. Het was zo erg, joh. Elke foto die we maakten. Ik had echt het gevoel dat ik er niet leuk op stond. Dat het product niet leuk op stond en zo. Ik maak mezelf helemaal gek. Ik ben er gewoon een beetje misselijk van. Het is echt triest. Maar goed, er is dus een meisje en die is zo lief om al die foto's aan te passen. Om het licht mooier te maken en die kreuk aan de achterkant eruit te halen. Dus daar is ze nu mee bezig en ik vind dat zo lief. En dan wil ik voor vrijdag ook de nieuwe collectie online hebben gezet. Want vanavond moet ik weer foto's maken, want het was gisteren weer niet allemaal gelukt. Zoveel nieuwe items zijn er dus. En ik ga nu gewoon elke week ook allemaal nieuwe items erop zetten. Dus het worden veel nieuwe items de komende tijd. Maar ja, wel hartstikke leuk. En allemaal lekker herfst en zo. Ik heb ook van die teddy coats ingekocht. En andere jassen. Dus dat komt ook allemaal binnenkort. Stay tuned. Super leuk. En dan kijk ik lekker naar buiten. Het is lekker koud en zo. Vind ik heerlijk. Ik heb helemaal geen zin meer in de zomer. Want het was allemaal veel te warm. En nu kan ik het tenminste wel doen. Maar goed, ik ga nu weer verder editen. En dan ga ik straks de vlog lekker uploaden. En daarna pakketjes inpakken. En dan naar de Mediamarkt. En ik ga denk ik tot in de nacht vannacht door met items op de site zetten. En dan zet ik ze nog even op privé. Want ik wil eigenlijk alles in 1 keer erop droppen. Dus dat ga ik dan doen. Maar ik ben altijd heel lang bezig met een leuke beschrijving en een titel en zo. Want nogmaals, ik ben perfectionistisch. En als ik iets doe, wil ik het goed doen. Ik wil het hartstikke duidelijk. Ik wil gewoon dat mensen weten wat ze kopen. Wat de details zijn van het product. En ik wil ook gewoon dat ze weten hoe het valt. Want je hebt heel veel webshops. En die zijn gewoon gemakkelijk. En die plaatsen gewoon het item. En zetten er niet eens een beschrijving bij. En zo ben ik niet. Ik wil wel dat het voor iedereen hartstikke mooi en duidelijk is. Dus daar ben ik altijd erg lang mee bezig. Maar goed, hè? Ik heb het er wel voor over hoor. Als het uiteindelijk een beetje werkt. Ik weet trouwens niet of het jullie was opgevallen, maar mijn haar wordt iets langer, eindelijk. Ik heb namelijk al bijna een jaar niet geknipt. En je ziet dat misschien niet. Maar goed, mijn doel was natuurlijk heel lang haar. Maar ik wil natuurlijk een slagkrul hebben. En ik merk nu de laatste tijd, nu het echt wel weer langer wordt en zwaarder en de laagjes uitgaan, dat mijn haar echt niet meer zit. Je ziet het misschien, het zakt echt uit. Het is gewoon te zwaar. Als mijn haar veel korter is met laagjes, is mijn slagkrul veel, veel mooier. Dus ik wil super graag naar de kapper. Maar ik wil niet zomaar naar een standaard kapper. Ik wil dus naar zo'n krullenkapper. Ik heb natuurlijk niet echt bepaald krul of zo. Het is wavy hair. Ik denk dat het 2BC is of zo. Het verschilt heel erg per dag. Maar goed, die hebben er goed verstand van. En dan wil ik het gewoon op een bepaalde manier laten knippen. Dat die slagkrul misschien veel beter naar voren komt. Maar heel veel goede krullenkappers en zo zitten echt super lang en vol. Maar ik wil gewoon heel graag. En ik zit er dus echt aan te denken om wel weer een aardig stuk van mijn haar af te knippen. Maar dan ben ik weer bang dat ik daar weer spijt ga krijgen. Het is echt triest. Het is lekker kort haar. Maar ik hou weer van lang haar. Dus let me know. Wat zal ik doen? Zal ik gewoon puntjes doen en laagjes? Of zal ik gewoon heel stuk eraf doen? Lekker kort. Of helemaal niet knippen? Wat adviseer jij mij om te doen? Ik ben heel benieuwd. Wat vinden jullie überhaupt mooi bij mij? Hallo jongens. Het is avond. Ik ben nu in het huis van mijn oma. Ik ben hier omdat we straks weer naar mijn opa gaan. Jullie weten wel dat het echt niet goed gaat. We weten zeg maar niet hoe lang het nog duurt voordat hij overlijdt. Het is echt super klote. Maar ja, we moeten door. Dus ik ga hem straks weer bezoeken samen met Tigo. Ik ben heel benieuwd hoe het nu gaat. Ik ben bang dat hij weer heel erg achteruit gaat. Het is zo triest om te zien. Maar ja, that's life. En daarna ga ik foto's maken. Eerst even eten en zo. Maar ik heb echt een briljant plan. Ik heb jullie verteld dat ik niet goed in mijn vel zit. En het heeft te maken met verschillende factoren. En ja, ik loop alleen maar te zeggen, ik wil geen webshop meer, ik wil de webshop stoppen. En iedereen zegt, je doet het juist zo goed, doe normaal. Maar ik weet nu waar het aan ligt. Het ligt eraan dat alles in mijn huis is. Ik heb natuurlijk geen villa, ik heb gewoon een klein huurhuisje. Ik ben echt een super chaotische persoon, ik heb ADHD en als het druk is, kan mijn hoofd er niet aan. Mijn hoofd is echt heel druk. En als ik dan super veel spullen zie en ik zie geen overzicht, dan word ik letterlijk gek. En krijg ik lichamelijke klachten zoals die rugpijn en nekpijn wat ik nou al weken heb. Zit ik alleen op die janken. En ik denk, gast, zo kan ik niet verder. Want ik ben jong en het is niet normaal als je alleen maar loopt te huilen op deze leeftijd.
Ik wilde dus heel graag een winkel, omdat ik dan dacht van, nou, dan ga ik ergens heen, kom ik weer thuis, bla bla bla. Ik vroeg het alleen aan volgers op Insta over, ja, zouden jullie bereid zijn om naar mijn winkel te gaan? Stel, ik heb een winkel, want ik moet mijn klanten wel echt hebben van social media, want tegenwoordig heb je niet veel mensen meer die in de winkelstraat lopen en die je winkel ingaan. Wel in Rotterdam en Amsterdam en zo, maar niet gewoon in een soort klein stadje. Dus dan zeiden die volgers ook van ja, wel als het in Rotterdam zo zou zijn of een grote stad. Maar goed, dat kan ik natuurlijk niet betalen. Maar ja, wat dan? Nu zit ik er dus aan te denken om een kantoorpand te huren. Maar wel een mooi bedrijf, een bedrijfspand eigenlijk. Een mooi bedrijfspand. Niet te duur. Maar volgens mij is een bedrijfspand sowieso minder duur dan een winkel. Omdat je natuurlijk niet op een A-locatie zit. Ik wil daar dan de fotostudio die nu hier bij mijn oma op de zolder is, wil ik daar kwijt kunnen. Ik wil een mooi bureau kwijt kunnen, een mooi soort magazijntje. En gewoon dat het rust en reinheid uitstraalt. En wat ik nog liever zou willen, is dat ik zeg maar ook een bepaald hoekje maak of een soort klein winkeltje eraan verbind. Weet je wel, dat jullie dus 1 à 2 dagen in de week bijvoorbeeld kunnen shoppen bij mij. Dat je een afspraak kunt maken en in het echte items kunt passen. En daarna kunt kijken. Het lijkt me echt super leuk. Wat ik heel leuk vind is om mensen advies te geven. En ik vind het gewoon ontzettend leuk. Dat doe ik nu via DM. Maar hoe leuk is het als dat in het echt zou kunnen. En dat ik iemand leuk kan aankleden en kan helpen met een leuke outfit uitzoeken. Kijk, dat is een must. Als het niet gaat, of het niet mag. Dan alleen dat bedrijfspand zonder de winkel. Maar het liefst heb ik natuurlijk een winkel en bedrijfspand alles in één. Dus ik ga daar binnenkort heel hard naar op zoek. Want dat betekent dus dat ik lekker op tijd mijn bedje uitga. Naar mijn bedrijfspand ga. Een werkdag heb tot ongeveer 5 à 6:30. En dan ga ik naar huis. Dan kom ik thuis. Geen kleding in huis. Geen kantoor in huis. Geen rotzooi in huis. En voelt het als thuis. Ik krijg veel de vraag hoe bevalt je huis? Nou, niet goed op dit moment. Omdat het mijn werk ook is. En ik word 24/7 geleefd. Ik krijg geen rust in mijn hoofd. En ik kan dat nu gewoon niet meer aan. Dit is de reden dat ik alleen maar aan het huilen ben. En me zo depressief voel. En ik ben zo'n persoon die denkt in oplossingen. Ik probeer dan ervoor te zorgen dat ik me wel weer goed ga voelen. Want ik heb me altijd leuk en energiek gevoeld. Natuurlijk ook vaak niet. Maar je snapt wel. Ik wil wel weer gewoon mezelf kunnen zijn. En niet zo'n zielige kip die alleen maar op te huilen. En nergens meer zin in heeft op mijn leeftijd. Terwijl je nog een heel leven voor je hebt. En dat begrijp ik het anders goed, denk ik. Dus ja, ik word heel vrolijk als ik aan het idee denk. Dan ga ik het daar super mooi maken. Ga ik allemaal kledingrekken kopen. Dat ik de kleding super mooi kan ophangen. En ook nog een soort magazijn, weet je wel. Voor de orders te pikken. Van de bestellingen. Mooie inpaktafel. Mooi lekker kantoor. Zodat je lekker rustig goed kan zitten met een mooie bureaustoel. En natuurlijk het liefst zo'n winkeltje. Nou, ik ben helemaal vrolijk. Je ziet het misschien ook aan me. Maar ik ben nu dus bij mijn oma. Ik ga nu even de laatste items die nog op de site moeten komen. Ga ik even strijken. Dan ga ik eten bij mijn moeder. En daarna gaan we dus naar mijn opa toe. Maar ik heb wel een beetje haast, dus ik moet er wel eigenlijk echt op schieten. En ik ben dus echt uit de brand geholpen door een heel lief meisje. Dat heb ik vandaag al een paar keer verteld. Maar zij heeft mij zo goed geholpen met de foto's. Want ik irriteer me natuurlijk wezenloos aan die kreuken en het licht. En zij is er zo goed in en heeft mijn foto's echt in een perfecte staat gemaakt. Zonder kreuken op de achtergrond, het licht heeft ze mooier gemaakt. Het is gewoon te bizar voor woorden. Ik had het ook al op bijjongsfashion.nl op Insta gezet. Before and after, weet je wel. En iedereen zei, wauw, dit is prachtig, perfect, zo professioneel. Nou, ik bloeide weer op hoor. Ik had er gelijk weer zin in. Want ik ben zo'n persoon die gaat voor perfectie. Ik weet het, perfecties bestaat natuurlijk niet. Dat begrijp ik heel goed. Maar je kunt wel het beste van het beste ervan proberen te maken. En zo ben ik gewoon nou eenmaal ingesteld. Als ik iets doe, wil ik het heel goed doen. Wil ik gewoon het beste uit mezelf halen, het beste uit mijn cijfer, het beste uit dit, dat. Met alles wat ik in mijn leven doe, bijvoorbeeld met de kapster, wilde ik ook gewoon de beste van de beste zijn, weet je wel. Wilde ik het zo goed mogelijk doen, deed ik zo erg mijn best voor een klant. En dat is letterlijk met alles zo. En als het niet lukt, word ik gek. Maar goed, dan ben ik ook weer niet zo'n opgeven. En dan wil ik wel gewoon zorgen dat het weer heel goed gaat. Nou, op deze manier hoop ik dat het dus beter gaat. Dus ja, weet je wat het is? Durf te dromen, zeg ik altijd. En ik zeg ook altijd, als jij iets wil, moet je niet op je luier heen gaan zitten. Dan moet je ervoor gaan. Niks krijg je in het leven, maar alles kun je in het leven. Als je het maar wilt. Als jij het niet wilt, niet genoeg wilt, dan wordt het niet.
Want het is hard werken. En goed ideeën brengen. Maar het moet kunnen, jongens. Dus ja, ik ben nu al gezien van deze vlogje plaats. En dat ik heel benieuwd ben naar de reacties. Maar goed, als je een goed mens bent, dan vind je dit alleen maar leuk voor mij. En ja, heb je juist zin om dit hele avontuur te volgen? Want ik neem jullie dan natuurlijk ook wel mee in mijn bedrijfsband. En als ik weer iets ga bezichtigen of iets. Dus ja, dat wordt leuk de komende tijd. Ik heb er zin in. Ik kan niet wachten om jullie meer te gaan vertellen als ik iets leuks heb gevonden. Ik ben nu dus even aan het strijken. Dat deed ik in het begin ook niet, hè, met mijn kleding. Maar goed, het wordt allemaal steeds beter, steeds professioneler natuurlijk. Want ik moet jullie ook wel bedenken dat het geen hobby is. Nee, het is serious business. Het is mijn werk. En als ik iets doe, wil ik het wel doen. Goeiedag. Het is vandaag vrijdag. Yo. Je snapt me niet, hè? Het is helemaal geen vrijdag, het is donderdag. Was het maar vrijdag. Maar ik denk, Tigo gaat wel zeggen van, hè, het is geen vrijdag. Ik hoop dat jullie me blijven zien. Het is avond, 6:30. Ik ben al vanaf vanochtend, dat is echt bizar, bezig met een nieuwe collectie online zetten. Ik ben letterlijk gewoon de hele dag daar al mee bezig. Tussendoor heb ik even pakketjes ingepakt, maar het is zoveel werk. Ook al zijn het geen 1000 dingen of 100 dingen, het is gewoon gigantisch veel werk. Omdat ik bij elk item ook een heel leuk tekstje bedenk. Dus ja, ik moet dat eerst helemaal bedenken voordat ik überhaupt een tekst typ. Nou, dan doe je natuurlijk materiaal erbij voegen, de maten, de prijs, de foto's. Dat was ook een heel gedoe. Die zijn ook nog allemaal bewerkt door een meisje, heel lief. Maar goed, ik ben de hele dag al bezig en ik ben nog niet klaar. Maar ik heb even een break, want we gaan even avond eten. We eten wat meer? Hutspot. Met zoete aardappel en bakbal. Lekker. En om 8:00 komt de collectie online. Dat hebben we ook op Insta gezet bij zo'n hoogtepunt. Volg je me nog niet bij josfashion.nl op Insta. Dan ben je altijd op de hoogte van nieuwe collecties en zo. Maar goed, heel veel mensen hadden al die herinnering aangezet. Dus ik krijg dan een herinnering dat om 8:00 de collectie online staat. Ik ben een beetje zenuwachtig, want heel veel mensen waren excited en benieuwd en zo. Dus ja, je weet natuurlijk nooit of het aanslaat. Maar ik heb super erg mijn best gedaan, dus ik hoop dat het wordt beloond. Ik hoop het ook. Jij vindt het nu lekker, hè? Wel. Ik zie het alweer aan je hoofd, het niet lekker in. Ik proef nog niet goed. Maar wat nou? Ze vindt mijn eten niet lekker. Wel, maar volgens mij is die gehaktbal niet te droog. Ja, dat komt er als je niet in die... De binnenkant. Ik vind hem lekker. Dan moet je eens een kant-en-klaar gehaktbal nemen, dat is niet even. Heb je er al ei toegevoegd? Dat is het, denk ik. Ja, zie je wel. Want vergeten, toen je vader had dat gedaan, smaakte het wat zachter. Komt denk ik door dat ei. Klopt zo. Maakt niet uit, doe het volgende keer. Mensen zeiden tegen mij dat ik gezonder moet eten. Dat ik daarom moe ben. Dit is gezond. Hier zit peen in. Echt een oud Hollands gerecht. Een ui? Peen en ui. En zoete aardappel. Je hebt wel weer veel gemaakt. Maar jij had heel de week. Je had heel de week al zin om dat te eten, hè? Omdat het weer een beetje slechte weer is. Mm-hmm. Ik krijg er zin in dit soort eten. Ja, en zin in vestjes. Ik heb het veel te koud. Ik zit hier zonder vest. Ik heb kippenvel. Jullie kunnen het niet zien, maar ik heb kippenvel. Kijk, hè. Ja, ik zit hier met mijn trui, maar nu heb ik het echt heet. Heb je het heet? Ik had vanochtend koud. Het is vandaag vrijdag. Het is avond. Ik zie er hartstikke verwilderd uit. Zo voel ik me ook. Want het was hier echt een regelrechte chaos aan huis. Het is nog steeds een chaos. Omdat er zoveel nieuwe collectie was. Stond het hele huis vol met dozen. En holy shit, het begint te hagelen. Wat is dit? Tigo. Hagel. Maar goed, ik ben dus heel erg bezig geweest met opruimen. Het is nog steeds niet opgeruimd. En met heel veel pakketten inpakken. Omdat er dus een nieuwe collectie online was gekomen. Maar nu is het eindelijk avond. En in deze doos zitten dus alle pakketten. Het zijn heel veel. En nu gaan we lekker sushi eten. Daar heb ik me al de hele dag op verheugd. Een tasje. We hebben heerlijk een box vol met allemaal lekkere sushi's. Oh, ik kan echt niet wachten om te eten. En dan hebben we hier ook nog eentje. Lekker. En Tigo gaat nu dus sojabonen koken. Zullen we beginnen met deze reviste? Prima. Tonijnen houden we allebei heel erg van. Ik lust wel. Maar meer van mijn zon. Je kan beter op je bordje zitten.
Ja, ja, jongens. Waar wij hiervoor woonden, kon je dit niet eens halen. Dat was geen 5 minuten, dus dat is lekker. Ja, je was echt snel terug. California. In California vind ik ook altijd heel lekker. Deze krap in, maar dit vind ik wel lekker. Dit vind ik wel lekker. Jongens, het is vandaag zaterdag en het is 3 uur al. Ik heb lekker uitgeslapen, rustig mijn dingetje gedaan. En we staan op het punt om weg te gaan. We gaan eerst even naar de Mediamarkt, want ik had dus zo'n kledingstomer gekocht, maar die werkt dus niet. Dus die ga ik even terugbrengen, want dat is natuurlijk niet de bedoeling. En dan wil ik er ook weer een halen die wat beter is, want mijn moeder zei dat hier heel weinig water in komt, dus dat was niet handig. En we gaan boodschappen doen en naar de IKEA. Ik wil namelijk een nieuwe kledingrek waar ik dus items van mijn webshop op kan hangen. Het ligt nu allemaal in het magazijn. En ik vind het gewoon mooi als ik ook gewoon een deel mooi heb hangen op mijn kledingrek. Kan ik daar mooie foto's mee maken, kan ik het zo erbij pakken en zo. Vind ik wel leuker dan dat het allemaal gewoon op elkaar gestapeld ligt. Ik hou er gewoon meer van als het gewoon ook mooi hangt. Net als een soort kledingwinkeltje. Ik geef mijn autootje laten zien en dan gaan we weg. Het is vandaag 17 graden met regen heel de tijd. Dus ik heb lekker weer het wikkelvestje aan. Blijft leuk. Als je er nog geen hebt, wij verkopen ze in heel veel kleurtjes. En het is gewoon echt een must-have. Dit wil je echt gewoon niet meer uitdoen. Dat is echt helemaal top. We hebben nu ook van die cardigan vestjes met die knoopjes. Die zitten ook zo mega zacht en zijn ook super leuk. Dus dat is ook heel erg leuk. En daarbij heb ik deze heerlijke high-waisted stretchy jeans gecombineerd. Deze is ook nieuw op mijn webshop. En het is nu al mijn favoriete broek. Want hij zit gewoon super lekker. Hij heeft echt heel veel stretch. En hij zit dus heel hoog, waardoor je figuur er gewoon heel erg mooi in uitkomt. Kijk, zo sluit hij dus aan van achteren. Echt de perfecte broek. Dus mocht je nog een lekkere, warme, zwarte jeans zoeken voor de herfst en zo in de winter. Dit is echt een toppertje. Ik haat het echt als broeken laag zitten en niet stretchen en zo. Dus dit is echt geweldig. En ik heb mijn Dr. Martens aan. We zijn alweer een tijdje bij de IKEA. En we hebben zoals gewoonlijk weer wat eten gehaald. Want dat doen we altijd. We hebben lekker een hotdog. En een milkshake. Kijk. En dit hebben we allemaal gekocht. Ik zal het thuis even laten zien. We hebben sowieso het kledingrek en nog wat andere dingetjes. Zo, we zijn weer terug. We zijn naar de IKEA geweest. En we hebben even snel boodschappen gemaakt. Want we hadden echt niks meer in huis. Ik ga het even aan jullie laten zien. Want jullie vinden dat altijd leuk. En daarna ga ik ook nog eventjes de IKEA laten zien. Nou, we hebben als eerste donuts gehaald. Stokbroodje voor vanavond. Want we gaan dus lekker mosselen eten. We wisten echt niet wat we moesten eten. Lekker mosselen. Diepvries fruit. Haringen, nibbits en die Snacker Jacks, maar dan de lekkere variant. Gewoon kaas, rijstwafels met barbecue smaak. Bananen, crackertjes, volkoren crackers. Paprika chips, champignons. Dan hebben we vanille kwark en pannenkoekenmix, volkoren. Ik wilde eigenlijk pannenkoek eten, maar Tigo wou dat niet, want die noemt dat ongezond en geen avondeten. Maar ja, ik ben ongezond, wat niet handig is trouwens. Crystal clear, eieren en grillworst. Suikervrije snoepjes. Ik had er net al in geproefd en ze zijn best lekker. Poefjes. Granenpoekjes met chocolade. Wil je even helpen opruimen? Ja. Hamkaascroissants. IJsjes. Sorbetijsjes. Lekker. Spinaziekaas. Vegetarische schnitzelding. Dat is lekker hoor jongens. Vegetarische vlees vind ik. Nou, dan hebben we nog zo'n trio tapenade voorbij het stokbrood. Nectarines, radlers, pure chocola en van die witte chocola met van die crispy dingetjes erin. Cocktailsaus voorbij de mosselen. Groentesnietsels, die hadden we dus vorige keer, die waren heel lekker. Die met spinazie had ik dus nog nooit geproefd. En diepvriesmango. Dit was het, dus we gaan het nu opruimen, want het ligt hier helemaal vol boodschappen in. Dat is niet handig. Skies of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face. En dit hebben we allemaal bij de IKEA gekocht. Als eerste van die superhandige bakjes voor in je ladekast. Want onze onderbroeken en sokken en zo liggen allemaal door elkaar. En het is super irritant, vind je niet?
Ik vind het in ieder geval heel irritant. Afwasborstel die ik nu lekker ga gebruiken. Deze is echt leuk. Weer in onze kleur trouwens, dat zie ik nu pas. Kledinghangers voor op het kledingrek. Jee, voor de webshop, jee. En superleuke nieuwe handdoekjes. Super cute. Nou, dat was het al. Ik ga afwassen. Ik kreeg trouwens een opmerking van jullie. Zou je alsjeblieft meer willen filmen als je kookt? Maar ik kook helemaal nooit. Ik heb het super druk. Ik kom nergens naartoe. Ik heb amper tijd om mijn video's te editen. Dat weten jullie. Dan duurt het elke keer zo lang voordat hij online komt. Laat staan dat ik nog moet koken. Ik ben dan allemaal bezig met het pakket en zo. Tycho vindt het koken leuk. Dus die kookt eigenlijk beesten altijd. Maar eigenlijk koken we sowieso niet heel vaak. Want dan eten we weer bij mijn moeder. Dan weer bij mijn vader. Dan weer bij Tycho's vader. Bijvoorbeeld morgen. Dan weer bij zijn moeder. Dan hebben we weer sushi gehaald. Het is echt maar misschien 2 keer in de week dat we koken. Zoals nu. En hier valt ook niet veel aan te laten zien, hè? Dit is gewoon, ja. Dit is gewoon in de pan gooien, klaar. Maar goed, dat wil ik even zeggen. Ik ga nu afwassen. Zo, de mosselen zijn klaar. Zo pretty, eet smakelijk. We hebben net lekker gegeten en ik wilde dus eventjes de chaos van die laadjes laten zien. Dit is before. Hashtag chaos. En in deze dingetjes ga ik dus alle onderbroeken en zo doen en sokken, dat het allemaal netjes wordt. Dus dan zien jullie straks het eindresultaat. Zo, en dit is het eindresultaat. Ik heb zoveel onderbroeken, het is gewoon niet leuk. Gewoon 2 van die bakken vol. En hier ook nog, dit is toch gestoord. Hier mijn BH's, die moet ik ook echt nog een keer uitzoeken, want ik pas er misschien maar 2 of 3. Sokken, en dit Styro's laag ziet er nog beter uit, want die heeft minder spullen. Pyjama dingetjes, onderbroeken. En hier heb ik ook nog een deel van mij. Omdat het hier niet meer paste. Maar goed, het is in ieder geval een stuk beter. En het kledingrek is ook in elkaar gezet. Ik ben er super blij mee. Dit is echt maar een klein gedeelte van de nieuwe collectie van Bios Fashion. Maar oh my god, het is zo mooi. Vooral die beige tinten zo gaaf. Hoi jongens, het is vandaag zondag, einde van de week. En het is echt alweer eind van de dag. Ik was net weer bezig met wat outfit inspiratie op biosfashion.nl zetten. Volg je hem nog niet, volg even dat Instagram account. Dat zou ik echt super leuk vinden. We doen ook wel eens winacties, dus daar kun je dan ook aan meedoen via Insta. Dus dat is heel erg leuk. Maar we gaan nu eventjes een bloemetje halen. We gaan straks naar Tycho's vader toe. Want die Spaanse vriendin is weer in Nederland. En nu ook de kleindochter en de dochter. En die wonen nu allemaal in dat huis. Dus we gaan even bloemen halen. En dan gaan we daar vanavond eten. Ik heb weer dit leuke cardigan vestje aan. En die verkoop ik nu ook op mijn eigen webshop, Bios Fashion. Deze setting top is ook van Bios Fashion. Deze broek ook, echt mijn lievelingsbroek, had ik gisteren ook al verteld. En de Dr. Martens. Heerlijk outfitje. Het is maar 18 graden, dus vestjes en zo zijn echt perfect nu. Ik ben alleen bang dat ik het nu nog steeds koud heb. Dus ik denk dat ik misschien ook nog even een jas over aan wil doen. Ik ga even voelen buiten en dan weet ik of ik nog een jas moet aan. Want deze is ook in de was geweest, dus hij is nog vochtig. Oh, de stop. Lekker jongens. Vestje aan. Heerlijk. Het gaat net. Komt op. Maar we gaan eventjes lopen naar de winkeltjes. Want dan zijn we toch nog eventjes buiten. Want vooral ik kom bijna nooit meer buiten. Ik heb dit trouwens nog nooit gedaan via YouTube. Maar ik vond het eigenlijk wel leuk om speciaal voor mijn trouwe YouTube kijkers een kortingscode te geven voor te besteden op mijn webshop. Zo, ik hoop dat jullie me horen, want het waait nogal. Maar de mensen die dus echt goed de video kijken en alles kijken, die doorspoelen en zo, zien dit dus alleen. Voor jullie 15% korting met de code YouTube. Dus ik ben benieuwd of je wat gaat bestellen. En als je maatadvies wilt, stuur even een DM op biosfashion.nl of een e-mail. Dan kan ik je helpen met de maatkeuze. Want dat is echt de moeite waard. Want alle meiden die maatadvies hebben gevraagd, er zijn er echt veel. Die waren uiteindelijk heel blij. En ook heel blij dat ze aan mij advies hadden gegeven, want anders hadden ze niet de juiste maat gekozen, zeiden. Ja. Het waait. Nou jongens, ik zie jullie straks wel weer.